Hallo, ik ben Evelien Dijkstra en ik wil jullie graag uitnodigen bij de organisatie waar ik werk, ZonMW. Dus kom maar mee naar binnen. Ik heb gekozen voor de Master Communication Studies omdat ik de insteek van mijn HBO-studie te breed vond, HBO-communicatie. En ik was ten tweede ook nog niet uitgestudeerd. Ik dacht, moet ik nou gaan werken? En ik was altijd al geïnteresseerd in de gezondheidszorg. En deze opleiding biedt de master toegespitst op gezondheidszorg aan. Dus toen was de keuze snel gemaakt. De overgang van HBO naar WO was voor mij in de eerste instantie wel pittig. Omdat je je hele denken moet veranderen in wetenschappelijk denken. En vooral de pre-master vond ik best wel gewoon zwaar. Het was vooral ook in het weekend veel studeren en ik had even geen sociaal leven meer. Maar omdat ik heel gemotiveerd was en ik het ook heel leuk vond, ging het allemaal heel soepel. Mijn rol binnen de organisatie is, ik ben programmaassistent en ik ben medeverantwoordelijk voor een van de programma's die hier lopen op het gebied van wijkverpleegkundigen. En hiervoor kunnen organisaties die wijkverpleegkundigen in dienst hebben een aanvraag doen om kans te maken op de subsidie die beschikbaar is gesteld. En ik ondersteun het hele traject van het moment dat het programma wordt opengesteld tot het moment dat het hele programma is afgerond. En is het een kwestie van voortgangsverslagen, monitoren en eindverslagen. En dat is maar een klein onderdeel van. Wat ik nu nog dagelijks toepas, is denk ik toch het stukje schrijven. Maar het is vooral al de kennis die ik van de masterstudie heb gekregen over preventie en over het vakgebied gezondheidszorg en de visie op gezondheidszorg en ook wat er allemaal bij komt kijken bij bijvoorbeeld het onderzoek doen. Want ZonMW is een kennis- en onderzoeksinstituut. Dus, ik heb heel goed zicht wat er nu landelijk gebeurt op het gebied van gezondheidszorg en preventie. En dat heb ik ook gekregen door mijn masterstudie. Wat ik aan hbo'ers graag wil meegeven is, als je nu nog twijfelt om te gaan doen, maar toch wel gemotiveerd bent om nog te studeren, doe het vooral, want het is echt een hele goede aanvulling op je hbo-studie. En de studie op zichzelf is ook gewoon heel interessant en heel leuk. Ook het stukje toegepaste. En aan studenten die nu al niet meer twijfelen, die het gewoon gaan doen, ja, geniet er ook gewoon vooral van, want het is al snel genoeg weer om. Dus maak er een mooie tijd van.